En langs Hovelink, de andere kant Hovelink, die nu gaat. Ja. Ook hij moet proberen. Vanuit het zadel extra tempo maken. Ook hij moet proberen, Kurt Hovelink. En kijk eens, het is even twijfelen hoor. Kurt Hovelink. Maar het is ook niet met echt heel veel panache. En er moet nog eentje komen, namelijk de Gietsberg. En dat is een serieuze helling in deze fase van de strijd. Ja, en het is gedaan. Een hele sterke Dries Deveneijs toch, met de volder in het wiel. En Deveneijs die gaat gewoon, denk ik, richting tot aan de voet van de beklimming rijden. Proberen tenminste niemand te laten wegrijden. En dan zullen we zien wie de bom gooit. En wie er nog mee kan met bijvoorbeeld Gilbert of met Bonen. Wij verwachten en... dat Gilbert ja, de bom gooit. Hè? Dat de bommenlegger is van dienst. Krijgen ze nog iemand mee dan of niet? En waar gaat hij het doen, Gilbert? Dat is de vraag. Al een paar keer gezegd, het mag dan vlak zijn als hij er zijn zinnen op gezet heeft. En in deze fase van de strijd... En met deze kaarten die op tafel liggen, dan kan het niet anders dat Gilbert zonder meer gaat proberen van hier nog een coup te plegen in de laatste kilometers van de wedstrijd. Bonen zeer attent. Zeer attent. En de Volder die toch wel verrassend goed meegaat, die hier toch ook wel toont van als het gaat en als ik wil... En als het allemaal goed zit hierboven, dan kan ik toch nog wel een serieuze rol van betekenis zijn in dit soort wedstrijden, in dit kampioenschap. Zoals hij dat in het verleden al een paar keer geweest is met succes. Twee keer Belgisch kampioen. En degene die deze week hem telkens weer gaan interviewen zijn, want dat was ook bijvoorbeeld in... Halle in Goijgem het geval, ja, het is bijna gedaan met je trui en hoe voelt dat? Ook voor de wedstrijd hier nog. Dan denkt hij misschien, wacht maar. Ja, het is, ja dat is de typisch de Volder. Het kan straks gelost worden, maar het kan net zo goed mee zijn met een drietal of een viertal dat hier bovenaan komt. Dus je weet nooit met Stijn de Volder. Zit toch al nerveus, zit toch wakker, zit om te kijken. Heel goed voor de hand ook daar Gianni Meersman. Eigenlijk degene die daar vooraan moeten zitten, die we verwacht hadden uit deze kopgroep, zitten daar ook. Dus benieuwd, inderdaad, wanneer die bom gegooid wordt. Maar die moet er toch wel komen. Ik kan ons niet voorstellen dat ze met dit kopgroepje naar de finish gaan rijden om daar een sprint van te maken. Een sprint oké, maar dan toch zeker niet allemaal samen. Nog een kilometer of twee voor ze aan de Gietsberg, aan de kasseitjes gaan beginnen. En dan weten we hoe de zaak staat en wie nog kans maakt op de Belgische titel in Hoogleden Gids 2011. Er komt niemand meer tussen voorin. Omega Pharma en Quickstep. Dat is een treintje dat er staat. De Volder die probeert ook nog en die zal ook wel proberen van mee te gaan of misschien zelf een demarrage te plaatsen op de Gidsberg. Die nu meer een gaatje laat vallen en iets achteruit wil schuiven. Gilbert voor zich uit wil, denk ik. Alhoewel, nu in het wiel, of bijna in de buurt, of toch vlak naast Gianni Meersman, die aan het wiel van Philippe Gilbert gekleefd zit. Ja, voor Meersman kan dit natuurlijk de jour de gloire zijn. Net zoals dat het geval was voor Jurgen Roelands in Knokke-Heist. Totaal onbekend en daar krijgen we Polazzi, ja. Die nog wat gaat proberen. Ze zien hem van ver aankomen. En het is niet zo moeilijk om die aanval te counteren natuurlijk. Hij heeft zich nog eventjes laten zien. Hij heeft kilometers aan de rekker gehangen. Gilbert die zijn mannetjes roept. Wie kan er nog? Wie heeft er nog iets in de benen zitten? Kenny de Haas komt. De man met de gele schoentjes. De gele schoenen. Bakelands in het wiel van... Dries Deveneijns, Bonen die nerveus omkijkt. Ze draaien stilaan op. Hier begint het al een klein beetje te hellen. Niet te fel. Maar het gaat richting Kasseien hier. Stilaan. We komen nu echt in de finale van de wedstrijd. Alles rustig. Alles gecontroleerd. Ik kan u verzekeren dat daar de polsslag, de hartslagen omhoog gaan. Ook al gaat het niet echt omhoog, maar... Het moet gaan gebeuren. Het moet gaan gebeuren.
Bakelands maakt tempo, de Haas een beetje verderop. En hier komt de Volder buitenom. Prebe van Ecke en Hovelink uiteraard achteraan. Bijna achteraan, Polazzi. Zijnkelen daar eventjes voor. Er is er eentje die het opgeeft. Ja, ik denk dat Bakelands zet zich aan de kant. Ja. Terwijl nu de Haas nog een beetje het extra tempo maakt. Divenens, een sterke Divenens op kop nu. Ja, Bakelands inderdaad heeft meer dan zijn werk gedaan. Niet naar de Tour. Mocht hier wel wat verspelen van krachten, energie. Komt er nog iets? Komt er nog iemand? Daar zijn die kasseien dus. Ja, ze moeten toch dringend gaan komen. Zijn als Gilbert wilt gaan en nu gaat hem aan. Hij ja, gaat. Hij is daar weg. Gaat hij. Gaat proberen tenminste. Ja, maar nee. Bonen direct in het wiel. Bonen gaat mee. Gilbert probeert hier heel snel te gaan, maar dat is niet zo'n lange helling natuurlijk waar hij die inspanning heel lang kan volhouden. Maar Bonen moet toch flink doorbijten hoor. Moet flink doorbijten om mee te gaan. En ja, het is vooral een kwestie van hierboven komen, hier op het asfalt of op de klinkers en zich dan neerzetten, zich neerplanten. Dat is het moeilijke moment nu. Hier blijven doorgaan. Gilbert toch een klein gaatje. 10, 15 meters. Zal er een kwestie zijn van alles of niets. En wie is die derde man? Is dat Boekmans? Ja, dat is een mannetje van Topsport. Dat zou Boekmans kunnen zijn. Die ook nog probeert in het wiel te komen van Bonen. Maar geraken ze nog wel in dat wiel van Gilbert? Dat is de vraag. 1 kilometer 6 was daar aan de laatste bocht. Is het weer van Datum? Ik denk dat het zo is. En als straks die laatste bocht komt, dan heeft Philippe Gilbert nog 800 meter. Mogelijk op weg naar zijn eerste Belgische titel. Bonen geeft nog alles, maar ik zie ook zijn kopje al een beetje gaan. En ik heb de indruk dat hij het opgeeft. Tenzij hij misschien nog een beetje steun krijgt van achteruit, van achterin. Ja, opgeven misschien niet, maar in ieder geval toch moet plooien. Het is Van Spijbroek, denk ik. Ja, het is Van Spijbroek. Ja. Die ook niet direct bij Bonen geraakt. Is omkijken. Nu komt er een mannetje, de Volder. Dat is de Volder. Die probeert nog wat te doen. Ja, met Kammaerts in het wiel. En Bonen. Eens kijken wat het verschil is met Philippe Gilbert. Die halen ze niet meer terug. De winnaar is gekend. Die halen ze niet meer terug. Kijk eens, de laatste. 200 meters. De lijn. De kasseien hebben het gedaan. Philippe Gilbert wordt nummer 1. Belgisch kampioen. Alsjeblieft. In hoogledigits. Zijn 14e overwinning. Jongens. Waar hij wil. Hoe hij het wil. Het is allemaal gelijk voor Philippe Gilbert. 4 medailles bij de profs. Nooit een gouden. 3 keer zilver. 1 keer brons. Waar hij start is hij favoriet en ongeslagen in eendagswedstrijden sinds 13 april. Ook hier doet hij het, Philippe Gilbert. Met wat een conditie gaat hij naar de Ronde van Frankrijk. En wat gaat hij daar nog doen? Ambities voor ritwinst. Ambities voor de gele trui. Wat een schitterende winnaar. Hij heeft alle tijd om te kijken en zijn armen in de hoogte te steken. Philippe Gilbert is Belgisch kampioen. En het is Meesman die nog tweede wordt, of is het uiteindelijk Boekmans? Het is heel nipt. Het is heel nipt. Ik denk Meesman voor Wallace. Meesman zilver voor Wallace. Voor Wallace. En Bonen. Alhoewel het net zo goed andersom kan zijn tussen Meesman. En het was Meesman die lang aan de leiding sprintte voor de tweede plaats. Maar Wallace kwam snel dichterbij. Wat een fantastische wedstrijd toch weer. En hier is het de oude kampioen, de uitredende kampioen, die de nieuwe meteen ging feliciteren. Stijn de Volder bij Philippe Gilbert. Fantastische wedstrijd. Ja. Nummer 14 voor hem dit seizoen. Zegekoning, om maar eens een idee te geven. De nummer 2 in de stand heeft er 4 in de Belgische zegenstand. Erbij. En hij onmiddellijk nu op weg gaat naar Kenny de Haas. En uiteraard ook Bakelands. Die er enorm veel voor gewerkt hebben en voor gedaan hebben. 1 demarrage was voldoende. 5 meter, 6 meter, 8,5 meter, 10 meter. Het was gedaan. Fantastische winnaar. En je moet het toch maar doen, hè, want het gaat hier niet over een favoriet of een schaduwfavoriet. Het is de torenhoge favoriet. Ja. Die op deze manier, op de plaats waar iedereen het ook verwacht, weggaat. En er is niks aan te doen. Nee, er is niks aan te doen. En daar ligt in de achtergrond inderdaad Meesman nog flink op kop. En die wordt dan geremonteerd door Jelle Wallace. Maar ik denk dat hij inderdaad brons heeft. De man uit de streek, die zal ook wel heel tevreden zijn. Een bronzen medaille op het Belgisch kampioenschap. Als neoprof. Terwijl we hier de top 10 hebben met 4 Edwig Kammaerts. Pieter van Spijbroek is 5e. De Volder toch nog 6e. Tom Bonen 7e. Hovelink 8e plaats. Prebe van Hekken, ondanks alle energie die hij verbruikt heeft onderweg, een mooie 9e plaats. En die Fabio
Polazzi als tiende.